Welkom in Vitas. De naam zegt het zelf, Vitas staat voor leven. En waar kan men leven beter verwelkomen dan in ons nieuwe verloskwartier? We beschikken hier over 8 verloskamers. In deze kamer zal ook jullie arbeid opgevolgd worden. En 7 verloskamers zijn voorzien van een bad om lekker in te ontspannen. Samen met mijn collega-gynaecologen staan wij hier 24 uur op 7 voor jullie klaar om jullie tijdens de arbeid en de bevalling te begeleiden en jullie de beste zorgen te geven. Dit doen we in nauwe samenwerking met ons heel team van vroedvrouwen. Zij zullen ook jullie eerste aanspreekpunt zijn hier bij aankomst op het verloskwartier en zij staan in direct contact met ons. Verder beschikken wij over een centraal monitoringssysteem dat we dag en nacht overal kunnen volgen en jullie zo de hele arbeid nauwlettend in de gaten kunnen houden. En indien nodig, staan we dan ook meteen voor jullie klaar. We weten dat huid-op-huidcontact heel erg belangrijk is. En we zullen zodra het mogelijk is de baby terug bij een van jullie leggen. Als de baby toch niet zo'n vlotte start maakt, dan is ook alles voorzien om de nodige zorgen op een correcte wijze toe te dienen. Na de geboorte blijven jullie nog een uurtje of 2 op de verloskamer. De vroedvrouw kan dan de nodige controles uitvoeren bij de moeder en het kind en jullie kunnen even bekomen en genieten. We hebben onze arbeidsverloskamers zo goed mogelijk proberen inrichten om de natuur alle kansen te geven, omdat we geloven dat elke vrouw kan bevallen op eigen krachten. Om haar hierin te ondersteunen, hebben we onze kamers zo huiselijk mogelijk proberen inrichten en hebben we de relaxatiebaden en lianen. We proberen de partner ook steeds zo actief mogelijk te betrekken bij heel het gebeuren en streven heel hard een 1-op-1 begeleiding na tussen de vroedvrouw en het koppel, omdat dit de vertrouwensband ten goede komt. Het is voor ons onmogelijk om te gaan voorspellen hoe jullie arbeid en bevalling gaat verlopen, want elke arbeid en bevalling is uniek. Weet dat we steeds proberen tegemoet te komen aan jullie eigen wensen en noden, zolang dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Als jullie bijvoorbeeld zouden kiezen voor een epidurale verdoving, hebben we op elk moment een team van anesthesisten voor jullie klaarstaan. Welk pad jullie ook bewandelen, de vroedvrouw gaat met jullie mee.